Ik zou je van zien, ik denk een verrassend resultaat, of mag ik het zo niet noemen? Ja, ik vind het wel een verrassend resultaat. Het is een seizoen met veel ups en downs al geweest, om met de Elite meestrijden is altijd niet gemakkelijk. En dan nu een mooi einde vind ik wel heel, ja, daar ben ik heel blij mee. Je start was niet al de best, maar daarna kwam je echt wel door. Voelde je in het tweede deel van de koers echt sterker worden? Ja, in de start, ik heb meestal een beetje, ik laat me wegdrukken in de start. Ik ben daar niet de beste in. En dan met die eerste bocht met de diepe groeven vond ik dat niet heel fijn. Maar op dit parcours komt je uiteindelijk wel te boven als je heel sterk bent. En op de eerste lange klim haalde ik 4-5 man al in. Omdat ik me toen echt heel sterk voelde. En toen wist ik, oké, dit is mijn stuk. En hierop moet ik me echt wel gaan focussen. En dat heeft ook geholpen tijdens de wedstrijd. Ik zag ook dat Sanne Kant jou bijstond. Kan je eens vertellen wat zij precies voor jou doet? Ja, ze was met ons alle drie eigenlijk het parcours gaan verkennen. Heeft ons tips gegeven. Ook gezegd van welk bandenprofiel het beste zou zijn. En dat heeft mij wel heel erg geholpen. En ook, ze is een zeer ervaren iemand. Dus als je daarvan de sporen kunt volgen, je kunt er alleen maar vanuit leren. Is dat de eerste keer dat ze dat doet, of is dat al vaker voorgekomen? Ja, ik denk een van de eerste keren. Ik zit natuurlijk wel met haar in de ploeg, dus daar heb ik ook wel eens de parcoursverkenning met haar gedaan. Maar niet zo specifiek als nu eigenlijk, dus dit vind ik wel eigenlijk heel fijn. En ook heel lief van haar eigenlijk, dat ze dat doet. En dan nu even op vakantie en dan meteen naar de weg? Ja, nu 2 weken even tussenuit, mentaal rust opbouwen. Want het is ook, ik ben van het wegseizoen direct naar het crossseizoen gegaan, dus voor mij is het al een heel lang seizoen eigenlijk. Pas vorig jaar geleden heb ik ook gestopt, dus nu ben ik wel echt blij dat ik even 2 weken niks moet doen en gewoon rusten, studeren ook, want ik studeer nog steeds, dus dat hoort er ook wel nog bij. Dankjewel.